wat ga jij nou zo meteen doen? In een Lamborghini rondrijden op het circuit. In een Lamborghini, Ferrari of een McLaren op de heilige grond van het circuit rondscheuren. Kinderen konden het vandaag doen en dat is toch best wel heel erg gaaf. Omdat ik hou van heel hard rijden en ik vind het leuk om auto te rijden. Maar je hebt toch eigenlijk ook helemaal geen rijbewijs? Nee. Je mag maar 60, hè, officieel, dat is een veiligheidsmaatregel. Maar ga jij stiekem toch niet proberen een beetje harder te rijden? Ja, dat wil ik wel. Maar je mag wel in deze wagen rijden? Ja. Hoezo dan? Omdat ik me hier voor ingeschreven heb, dan mag het. Natuurlijk zijn er genoeg veiligheidsmaatregelen genomen, maar wat blijkt? Over het algemeen luisteren deze kinderen beter dan als de volwassenen dit mogen doen. Volwassenen, dat zijn natuurlijk vaak toch een beetje de mannetjes, die willen wat laten zien. Die gaan echt hun best doen. En kinderen zijn wat meer, die luisteren gewoon goed, die zijn onder de indruk en die gaan zitten. En die doen eigenlijk precies zoals het hoort. Ja, volwassenen die gaan toch vaak net even over de grens dan. Ja, ja. Heeft u hem? Ja, ik heb hem. Het perfecte plaatje? Ja, het perfecte plaatje. Ja, kijk. Dat is mooi toch? Zo, dat is heel goed gelukt zeg. U staat toch ook wel een klein beetje te popelen om misschien zelf achtergestuurd te kruipen of niet? Ik rij al genoeg, ja. Ik zie een hele grote glimlach bij jou. Vertel eens even, hoe was het? Heel leuk. Ja? En ben je nou stiekem nog ietsje harder gegaan dan die 60 of niet? Ja. Ja, hoe hard ben je gegaan? Eén keer wel 77. 77, dat mag eigenlijk niet, hè? Dus dat moeten we eigenlijk niet zeggen dan, hè? Maar het gaat heel snel. Je geeft heel snel gas. Dus ja, ja. Dat ging per ongeluk.